Op het landgoed Oudenbos in Onderdendam werd voor de tweede maal een succesvolle landgoedfair gehouden, georganiseerd door Terra in Winsum. Wat is de bedoeling hiervan? En de bedoeling is eigenlijk om leerlingen en ouders en mensen uit de omgeving kennis te maken met het groen. Dus alle aspecten van groen. We zitten met dieren, hebben we hier. Daar hebben we natuurlijk een mooie ruimte voor. We hebben steentjes wat te maken heeft met het groen. Moet je aan riet denken of aan kaas of het Groninger landschap is hier bijvoorbeeld. Dus we zijn eigenlijk heel divers. Ja. Een soort van, daarom noemen we het ook een fair. Ja, een ja. Landgoed fair. Ja. Leerlingen die gloreren eigenlijk op verschillende plekken. De een doet dat in de schoolbankjes en de ander doet dat op de stageplek. Mm-hmm. En weer een ander doet dat hier. Ja. En het mooie is dat we diverse leermomenten kunnen aanbieden. Stond ze net goed, dan ging bijna aan. Doordraai. Ja. Ah, jullie zien er fantastisch uit. Echt fantastisch zien jullie eruit. Even knuffel. En go! Ja, goed. Duwen. Ja, goed. Ga door. Ja, dit is het. Titanengevecht. Ja, kom op. Ja, ga door. Ja. Wat vinden jullie van vandaag? Best wel saai. Saai? Ja. Waarom saai? Er is niet veel te doen. Lekker. Hoe is de kwaliteit vandaag? Nou, verrassend goed. Echt verrassend goed. Er zijn een heleboel verschillende dieren gemaakt. De smaak zijn echt goed. We hebben een goede dag, hè, Ben? Ja, een goede dag, ja. We hebben net zin. Ja. We zijn nog niet teleurgesteld. Ja. Nee, absoluut jullie niet. Hebben nog wel een beetje smaak ook? Ja, we hebben nog een beetje smaak. Ja. Okay. Ja, maar we lopen langzaam vol. Nou, hij heeft 3 laags en in 1 laag zit de jam. Ja. En aardbeienjam. En nou ja, het is een lieveersbeestje. Verder. Ja, dat is heel duidelijk, ja. Ja. Ja, nou, je hebt geen kulbom fucking uitgezet, hou je.